Hoop, geloof en liefde, dat was het thema van de 31ste editie van het Telesuur Kerstconcert. Deze vond vanmorgen plaats bij het Telesuur hoofdkantoor. Dit jaarlijks terugkerend evenement was goed bezocht. De aanwezigen hebben flink genoten van onder meer de politiekapel, Benjamin Faya, Emmanuel Sanfissi en Dominique Ravenberg. Het publiek heeft ook uit volle borst kerstliederen gezongen. Aan de gezichten kon je aflezen dat de sfeer er goed in zat. Volgens Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius is het voor het bedrijf bijzonder om het kerstconcert al 31 jaar lang te organiseren. Wij hebben daarbij natuurlijk in het afgelopen jaar volledige ondersteuning gehad van de gemeenschap. En dit is voor ons een wijze van teruggeven om samen het kerst te vieren. Want het succes dat wij behalen kan niet zonder u. Het is heel bijzonder om, zeg maar, ook nu samen uit volle borst te zingen. En laten we dat vooral blijven doen de rest van deze kerstviering. Dat was waarnemend directeur Mike Antonius. Hij sprak vandaag tijdens het Telesuur kerstconcert dat voor de 31ste keer georganiseerd is door het telecombedrijf.